Ja, Romeo, je kwam er op het laatste moment in. Vijf minuten gespeeld, zei je al. Je trekt het nog allemaal op jouw leeftijd? Jawel, jawel. Ik ben gewoon fit. En de trainer gooit me de laatste vijf minuten erin. Een hele lastige wedstrijd, maar ik denk dat je een goede overwinning pakt hier. Je hebt van die voetballers, van Persie, zal altijd Feyenoord zijn, Sneijder altijd een eigen ziet. Wat ben jij dan? Zoveel clubs gehad? Ja, nee, klopt. Ik moet zeggen toch dat ik hele warme gevoelens heb bij ADO en Feyenoord natuurlijk. Dat zijn de clubs die, ja, waar ik mijn carrière in principe ben begonnen in. Van Feyenoord een hele goede doorstart gemaakt naar het Nederlands elftal. Dus ja, in Nederland zijn dat toch de twee clubs die heel warm liggen. Maar ik moet zeggen, ook een club als RKC waar ik mezelf weer heb kunnen herpakken. En weliswaar niet met een goede afloop daar, maar voor mij persoonlijk. Ja, dat heeft een hele weg voor me geopend weer. Dat ik weer in principe een nieuwe carrière in kon gaan. Dus alle clubs waar ik heb gespeeld, ben je natuurlijk dankbaar. Alles is in een andere fase, zeg maar. Dus het is heel moeilijk om er één uit te wijzen. Maar gewoon qua gevoel, dan zeg ik toch ADO en Feyenoord. Zie je zelf nog eens teruggaan, net als Van Persie deed, in een andere rol misschien, in een opleiding of wat dan ook, bij een Feyenoord bijvoorbeeld? Ja, zou kunnen. Ik bedoel, bij Hamburg zeiden ze ook altijd dat ik altijd terug mag komen als ik ooit trainer wilde worden. Wil je dat? Ja, dat weet ik nog niet. Die behoefte heb ik nu helemaal niet. Ik ben nu voetballer, ik wil alleen maar voetballen en plezier hebben. Dus zover denk ik nog niet.